Hij draagt zwart, hij moppert en heeft zijn eigen glossy. Nou, dan weet u vast wel over wie ik het heb. Ik heb in ieder geval zometeen met hem een afspraak op zijn lievelingsplek, het oudste museum van Nederland, Teylers Museum in Haarlem. En laat dat nou net ook mijn lievelingsmuseum zijn, echt waar. Dus mijn dag is nu al goed. Ik had toch gedacht dat jouw lievelingsplek ergens in jouw geliefde Utrecht zou zijn. En niet hier in Haarlem. Kijk, lievelingsplekken, dat is sowieso een heel wonderlijk thema. Ja. Want ik heb meerdere lievelingsplekken. Ik heb op Texel een lievelingsplek. Maar ik geef toe, Teylers is een van mijn lievelingsplekken. En dat terwijl Maarten met zijn programma Hier zijn de Van Rossums al heel wat plekken heeft gezien. Kijk, ik zie het, jongens. Het gezicht op Dordrecht. Kijk, eerst even zo. Samen met zus Sis en broer Vincent reist hij door Nederland en ze delen hun historische kennis met elkaar en de kijker. Oh jongens, kijk nou toch eens. Hallo hé. Zijn we nog in Nederland of... Nee. Wat is jou daar nou het meest van bijgebleven? Dat er nog heel veel is waar ik nooit van gehoord had. Ja. En vooral natuurlijk dat je een totaal ander beeld van Nederland krijgt dan wat de televisie je... elke avond serveert. En dat is een heel positief beeld van Nederland eigenlijk. Die oude vloeren. Ja. Ja, dit is toch ook geweldig, hè? Zo is het ontstaan, toch? De musea. Maar dit is een uniek museum. En dat komt eigenlijk omdat het niet verpest is. Dat we zeggen, het is niet aangepast aan moderne educatieve inzichten. Want elk museum wat wordt aangepast aan moderne educatieve inzichten... Ja, wat gebeurt er dan? Daar blijft niets van. Daar wordt alles wit gemaakt. Alle wanden worden wit en glad. En meestal is er dan één kunstvoorwerp of twee kunstvoorwerpen die getoond worden. Zodat je ook vaak denkt, zou de brandblusser niet ook een kunstvoorwerp zijn? Kijken of er geen kaartje bij is. Je weet het niet, dat dat niet een, ook iets is. En dit is gebleven zoals het is. Dus hier wandel je de 19e eeuw binnen. Op dit moment is er in het Teylers Museum een tentoonstelling van Jan Weissenbroeg, ook wel de Vermeer van de 19e eeuw genoemd. En hier hangt ook Maartens lievelingsschilderij aan de Lek bij Elshout. Dit is op het eerste gezicht puur Hollands realisme. Hè? Wat is er romantisch aan? Maar als je nou even je erin verdiept, dan is dit toch... De wereld is hier verstild geraakt. En je kunt je voorstellen als je op dat muurtje gaat zitten, hè, dat de tijd stilstaat. Je wil erin. Het verleden is niet interessant meer. Nee. Die toekomst kan je ook gestolen worden natuurlijk. En je zit daar en je denkt, laat dit maar eeuwig duren. Ja, dit wat hier verbeeld wordt, zo'n moment van eeuwigheid, dat kan ik me eigenlijk alleen in mijn eigen leven herinneren. Bij het 7e uur Grieks, in de 3e klas van het gym. Prachtig weer, we hadden toen een schitterend uitzicht. En dat je dacht van, de tijd is tot stilstand gekomen. We zitten gewoon in een soort klok en daar blijft het bij. Een heel fijn gevoel, vond ik het. Maar ja, het zijn stuk voor stuk toch schilderijen waar je denkt, nou... Ik zou dat wel best mee naar huis willen nemen. Nou. Dat is altijd mijn criterium. Ja, want het is ook op zichzelf heel geschikte huiskamerkunst. Kan overal opgehangen worden. Want dat is natuurlijk een probleem met de moderne kunst. Die is meestal van een zodanige mega afmetingen dat je moet een heel raar huis hebben om een honden te kunnen brengen. Nou, dit soort. Maar ja, dit soort van dingen, dat kan je met het grootste genoegen. Kan je dat waar dan ook maar ophangen. Het is op het eerste gezicht een puur realistische schilderij. Maar er zit ook iets romantisch in. En dan niet in een impressionistische zin van het woord, maar in de creatie van een bepaalde atmosfeer. Mm-hmm. Ben jij zelf een romantisch iemand? Ja. Want dat zou je bijna gaan vermoeden, omdat dat wel is wat je hier ook in aantrekt. Een romantisch iemand, ja. Romantisch iemand. Ja. Ja, je hebt dat van Zwaaizeden en Achim Meiner Brust, maar in mijn borst schuilen vele zielen. Dus ook wel een romantische ziel? Ja, ook een beetje een cynische ziel in, een realistische ziel, een hele romantische ziel. En ja, van alles en nog wat eigenlijk. Nee, omdat je dat niet zozeer zou vermoeden. Nee, hoewel ik toch ook
met het klimmen de oude, met, van de ouderdom... Mm-hmm. dat je veel makkelijker ontroerd raakt ook. Ja? Ja, ja, waar maak je borst maar nat? Dat gaat nog komen. Ja. Dat hoeft maar iets te gebeuren wat je aangrijpt... en dan biggelen mij de tranen over de wangen. Ja? Ja. Ja, ook als ik 's ochtends de kou inga, maar... Wat doen mensen dan zeggen best... van, huil je nu al? Ja, door de kou. Maar de laatste keer dat je dat gebeurde, wanneer was dat dan? Dat weet ik niet. Dat gebeurt me regelmatig. Echt waar? Ja. Dat, je weet nooit precies wanneer je ontroerd raakt door iets. Maar is dat vaak dan muziek of een schilderij? Ja, maar er is allerlei muziek waar ik alleen maar naar luister in mijn eentje. Want ik weet dat het gegarandeerd fout gaat, dus ik ga dat niet... En fout dan bedoel je, dan ga je huilen? Ja. Dit was het begin van het museum. Dit is het begin van het museum, ja. Dat is toch genoeg als je dit bouwt? Het is prachtig, hè? Dit is toch de mooiste museumzaal ter wereld? Ja, absoluut. De tentoonstelling van Jan Weissenburg in het Tijdens Museum is nog tot en met 8 januari te zien.